technologie, corona en de ethische vragen daarbij. En het is de eerste keer, denk ik, dat we echt een geglobaliseerde pandemie meemaken. Maar het is natuurlijk verre van de eerste keer dat we meemaken dat er naar technologie wordt gegrepen om problemen voor ons op te lossen. En zeker sinds de digitale revolutie kennen we dat fenomeen wat Morozov zo mooi tech solutionism heeft gedoopt. Dus zodra er een maatschappelijk probleem opduikt, wordt er verwachtingsvol gekeken naar de techniek. En dus naar bedrijven, ontwerpers, programmeurs, om een oplossing te maken. En dat is natuurlijk ook precies hoe zij het zelf ook graag zien. Want het is ook een businessmodel geworden, probleemoplossing. En de slogan, die heette volgens mij altijd al een beetje, there's an app for that. En nou ja, dat zien we nu ook. En zeker in het voorjaar, ik vond het heel interessant om die terugblik te horen, want het voelt alweer heel lang geleden. Maar toen die plannen kwamen voor de corona-app, toen voelde het ook een beetje zo, alsof dat in ieder geval het beeld was wat werd geschetst. Als er eenmaal die app er was, dan zou de grootste hobbel in die bestrijding van het virus wel genomen zijn. Maar dat was, nou ja, overduidelijk niet zo makkelijk. Dat zagen ook heel veel mensen al van verre aankomen. En dat hebben ze ook heel hard laten weten. Want het proces tot zo'n app er is, dat duurt natuurlijk al veel langer dan solutionisten hopen of voorspiegelen. Ik ben altijd blij als het iets langer duurt, in ieder geval iets langer dan een paasweekend. Dus wat mij betreft kwam dat ook omdat er, nou ja, toch wel een bewonderenswaardig denkproces of maakproces werd doorlopen. Maar als dan ook zo'n technische oplossing er eenmaal is, dan mag ook wel duidelijk zijn, dat weten we inmiddels ook wel, dat die ons niet uit de diepe ellende gaat redden waar we inmiddels in zitten. En het is inderdaad een interessante vraag van, zou die dat wel hebben gedaan, die app, als die sneller was geproduceerd, als er minder over was nagedacht, als er geen appathon was geweest, nou, al die dingen meer. En volgens mij is dat ook een ethische vraag en ook wel een tragische vraag. En ik zal daar straks op terugkomen. Dus hoewel vooral apps zo'n extreem solutionistisch karakter hebben, is het, zoals gezegd, geen nieuw fenomeen dat we technologie gebruiken of willen gebruiken om problemen op te lossen. Sterker, dat hebben we ook al gehoord, het is een belangrijk bestaansrecht van technologie dat die problemen kan oplossen. Maar juist daarom is het ook al belangrijk om te kijken naar wat ze dan doet als ze behulpzaam probeert te zijn. En die personificatie, die kies ik niet zomaar. Technologie is niet zomaar een handig gereedschap wat ons leven makkelijker maakt, maar het is ook een actor. Dat weten we, nou ja, op zijn minst sinds Bruno Latour dat zo heeft beschreven. Dus technologie grijpt in, werkt met ons mee, maar werkt ons ook net zo goed tegen. En ze interveneert dus niet een soort van buitenaf in een situatie om dan weer zich terug te trekken als het allemaal is opgelost. Zoals bijvoorbeeld in een epidemie. Ze doet echt iets. En ook als die technologie er eenmaal is, dan verdwijnt ze niet zomaar opeens weer als het werk achter de rug is. Want het werk is nooit achter de rug. Dat is altijd heel opvallend. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat dat onder andere komt omdat die gebruikte technologie de situatie waarin ze opereert of waarin ze interveneert ook verandert. En dat lijkt zo'n heel vanzelfsprekend inzicht, maar op de een manier is dat het toch niet altijd. Dus de technologie grijpt in een soort van beginsituatie en door dat ingrijpen verandert ook de situatie. En wel zodanig dat dan vaak weer een nieuwe technologische ingreep nodig is. En een klassiek voorbeeld daarvan is de auto, denk ik. Is ook vaker beschreven. Dus de auto is een techniek die allemaal problemen voor ons oplost of makkelijker maakt. Dus lange afstanden overbruggen. Misschien ook nog wel allemaal andere dingen. Maar die solution, als we het even zo noemen, die grijpt ook behoorlijk in de werkelijkheid. Dus het heeft een hele nieuwe situatie, een nieuwe wereld, zou je zelfs kunnen zeggen, of een nieuwe maatschappij geschapen. En daarmee ook allemaal nieuwe problemen.
Dus als je geen auto zou hebben, zou je ook geen auto-ongelukken hebben. Dat is een beetje de makkelijke manier om dat te stellen. En die nieuwe problemen, die vragen ook weer om nieuwe technologische oplossingen. Waardoor opnieuw de situatie verandert en je opnieuw technologische oplossingen nodig hebt, et cetera. En Bruno Latour, om hem weer even aan te halen, heeft dat heel mooi beschreven aan de hand van de autogordel. Wat weer een techniek is die is uitgevonden om de problemen geschapen door de auto aan te pakken. En die auto maakt denk ik ook wel duidelijk dat we kunnen niet meer zomaar terug. Dus ik verlang soms wel naar een wereld zonder auto's, zal ik heel eerlijk bekennen. Maar ja, dat is een beetje een zinloze droom, want onze wereld is daar zo door gevormd dat we kunnen niet zomaar weer terug. Dus ook bij zo'n corona-app denk ik dat we mogen verwachten dat de introductie de situatie verandert. En zelfs als ze dan op een gegeven moment weer stilletjes naar de achtergrond verdwijnt, de wereld ook verandert achterlaat. En zelfs als we te laat zijn geweest, misschien om het ding echt werkend te laten zijn, of als die app helemaal geen beloftes weet waar te maken, als de resultaten uitblijven, als niemand hem gaat downloaden, dan nog moeten we hem toch zien als een speler in dat hele veld van de coronakrachten. En ik zou zeggen, net als de technologie van het mondkapje, dat is ook een technologie, alleen daar denken we dan niet zo snel over. En wat je heel duidelijk ziet is dat het mondkapje, juist ook als niemand het draagt, speelt het een hele belangrijke rol in wat er allemaal gebeurt met corona. Hetzelfde geldt trouwens voor medische technologie, die enorm grote verwachtingen schept en allerlei krachten losmaakt. Dus stel dat die corona-app sneller was gekomen, of als we midden hadden gediscussieerd over privacy en transparantie, of de open source, en ik ben heel blij dat daar wel heel veel over is gediscussieerd. Of stel dat die verplicht was gemaakt, hè, dat je niet naar buiten mag als je dat ding niet op je telefoon had zitten. En dat het gewoon jammer zou zijn voor degene die geen smartphone hebben, ik zeg maar wat. Hadden we dan misschien ons oude leventje teruggekregen? En ik noemde dat eerder een tragische vraag en ook een ethische vraag. En ik denk dat dat met elkaar te maken heeft en dat ethiek een tragisch karakter heeft. En wat bedoel ik daarmee? Nou, eigenlijk heel simpel. Dat je in ethische kwesties nooit 100% optimalisatie kunt bereiken. Dus iets of iemand gaat in een ethisch dilemma of een ethisch vraagstuk aan het kortste eind trekken. Die ethische dilemma's die gaan over botsingen van waarden. Nou ja, bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid. Ik maak er al bijna één woord van. Of economie en gezondheid, als je dat waarde wil noemen. En die ethische dilemma's zijn bovendien hele complexe situaties die je nooit helemaal kunt overzien en ook nooit helemaal kunt voorspellen. En daarom is eigenlijk elk antwoord of elke keuze waarmee je dat dilemma te lijf gaat, is nooit voor alles en iedereen de beste optie. Dus er gaat altijd iemand aan het kortste eind trekken. Je probeert het allerbeste te doen en de nauwkeurigste, het snelste, betrouwbaarste app te maken. Maar er zal altijd iemand de pineut zijn, om maar zo te zeggen. Dus ofwel de beleidsmaker krijgt niet alle informatie die hij nodig heeft, of de persoon zonder smartphone mag de straat niet meer op. Of er zijn patiënten gekomen die misschien door een striktere app een lijdensweg of nog erger bespaard waren gebleven. Mensen die ongeïnteresseerd zijn in hun privacy geven misschien wel dingen weg en komt dat jaren later weer terug. Nou ja, er zijn allemaal dingen die daar botsen en je kunt die soort van tragiek kun je niet wegprogrammeren, denk ik. In ieder geval niet in een vrije en democratische samenleving. En dat maakt ook dat ethiek het altijd een beetje een vervelende reputatie heeft. Want je doet het dus nooit goed. En je kunt ook niet de tijd terugdraaien om te zien of je, als je een andere beslissing had genomen, of het dan beter was uitgepakt. En bovendien zou je dan ook heel ver de tijd vooruit weer moeten laten doorlopen om te zien op de lange termijn wat er dan veranderd zou zijn. Want nou ja, dat grijpt allemaal op elkaar in. Dus dat is zo, die tragiek van de ethische keuze.
Maar dat wil niet zeggen, denk ik, dat we onze ogen moeten uitsteken en blind moeten voortgaan, zoals Oedipus, de tragische held, bij uitstek. Want je kunt ook wel een draai aan het verhaal geven, hoop ik. Dus dat ga ik proberen. En in de tragedie heet dat een peripeteia, het moment van inzicht. Want ja, wat als we nou dat tragische aspect mee zouden nemen in onze verwachtingen van dit soort technologische oplossingen? Dus dat we niet meer verwachten dat die alles 100% voor ons kunnen uitvogelen en ons precies zeggen wat we moeten doen. Die technologische oplossingen worden in dit soort ethische dilemma's ingezet, waarin nou ja, dat soort afwegingen moeten worden gemaakt. En neem zo'n app, dat is zo'n technologische oplossing, die zal ook nooit perfect zijn. Dat geeft iedereen inmiddels ook wel toe. Hij zal ook tragische uitkomsten hebben, vals positieve en dat soort dingen waarover ook wordt gesproken. Hij zal bepaalde connecties op een haar na missen enzovoorts. Maar dat hoeft helemaal niet tot de ondergang te leiden, denk ik. En we zouden dat tragische denken ook kunnen aanvatten om op een andere manier misschien daarmee om te gaan. Tragische denken is ook wel heel westers denken. En dat bedoel ik niet per se deterministisch, zoals er nu opeens allemaal mensen denken te weten waarom bepaalde verschillen tussen landen in corona-aanpak iets met cultuur te maken hebben. Het gaat er eerder om dat het tragische denken ook altijd wel erg gefocust is op een soort van held die zijn ondergang tegemoet gaat, omdat het lot het heeft beschikt. En met één misstap vergaat dan de hele wereld. Door die ene held die niet luistert naar het lot. En een coronamelder, zou je kunnen zeggen, in zo'n verhaal functioneert dan als een soort van stem van de schikgodinnen. En die had jou altijd al gewaarschuwd. Maar we kunnen het misschien ook anders zien. En dit is alleen maar een open voorstel. Maar als we proberen te kijken naar de app, niet als zozeer een coronamelder misschien, maar meer als een kompas of als een compaan. Dus iets wat in beweging is, ook tussen mensen. En dus een oplossing is die zich kenmerkt door non-optimalisatie. En ook als een speler die ingrijpt op de situatie, die veranderingen aanbrengt, maar daardoor de situatie verandert. Dus niet een oplossing brengt, maar meespeelt in de situatie zoals die is. Net als wij dat doen en net als het virus dat zelf doet. En zijn plaats moet vinden te midden van botsende waarden en verwachtingen. En dat we dus niet verlangen naar totale controle. Ik denk dat iedereen inmiddels wel ervan overtuigd is dat dat ook niet kan. Maar ook niet naar het verlangen of de overtuiging dat er één juist ding is om te doen en dat we dat ook moeten doen. Want als je iets leert uit de tragedie, dan is het dat als je probeert om het ene juiste ding te doen wat alles gaat oplossen, dat je dan pas echt je ondergang tegemoet gaat. Dat is mijn beetje literaire draai aan hoe we misschien op een andere manier naar de corona-app of naar technologische oplossingen, waaronder dus ik ook het mondkapje zou willen scharen, hoe we daar op een andere manier naar kunnen kijken en misschien iets minder streng, maar des te meer ethisch.